Heer Boswijk. Ja, voorzitter, ik vind het toch wel een heel naïef pleidooi wat ik hier vandaag hoor. Want we hebben natuurlijk ook gezien, hè, na 11 september, waar natuurlijk Al-Qaeda een broeiplaats had. Dat was niet in de Verenigde Staten, dat was in Afghanistan. We hebben de aanslagen in Parijs, in Madrid ook gezien. En vooral de oorsprong van de IS. Dat was niet op het Europese vasteland. Dat waren vaak terroristen die werden opgeleid in het Midden-Oosten. En het is een strijd die nooit klaar is, maar tot nu toe zijn we toch redelijk succesvol geweest. En ik ben toch aan meneer Frisma toch wel benieuwd, hoe denkt de PVV terrorisme in de toekomst aan te gaan pakken? Wordt dat alleen in Nederland aangepakt? En denkt u nou werkelijk dat dat succesvol gaat zijn? Voorzitter, de heer Boswijk wijst op aanslagen. Inderdaad, vreselijke aanslagen gezien overal in Europa, Brussel, Parijs, Berlijn, noem het allemaal maar op. En weet u hoe dat komt? Dat komt omdat die terroristen met de asielstroom naar West-Europa zijn gereisd. Het open grenzenbeleid, waar het CDA verantwoordelijk voor is, heeft ervoor gezorgd dat iedereen die het woordje asiel roept, gewoon wordt opgevangen, een asielprocedure krijgt, binnen kan komen. Dat is waar het probleem zit. Als je de PVV-visie neemt, het bewaken, het sluiten van onze grenzen, dan kun je die asieltoestroom en dan kun je die terroristen tegenhouden. En daarmee voorkom je die aanslagen. Nogmaals, al die buitenlandse missies, al die mislukkingen in Mali, in Afghanistan, hebben niet kunnen voorkomen dat terroristen hier binnen zijn gekomen. Nederland kan niet overal in de wereldorde op zaken stellen. Dat is keer op keer bewezen. Wat we wel kunnen doen, is ons eigen land veilig houden. Wat we wel kunnen doen, is hier aan de grens de asieltoestroom tegenhouden, terroristen tegenhouden. We moeten de schaarse middelen die we hebben inzetten voor de nationale veiligheid. Dat is van het allergrootste belang. Heer Boswijk. Ja, voorzitter, de visie van de PVV komt wel voor een groot deel overeen met veel visies uit het Midden-Oosten, namelijk dat het toch nog echt wel een beetje middeleeuws is. Want het is niet meer zo dat wij een muur om Nederland heen kunnen bouwen en dat er vervolgens niemand meer binnenkomt. U weet dat een grens dicht houden, dat dat buitengewoon ingewikkeld is. En een effectieve methode om terrorisme te bestrijden, en ik denk dat we dat in Nederland relatief goed doen, daarom hebben we inderdaad af en toe van die rotte appels eruit gehaald. Maar een effectieve methode om terrorisme te bestrijden is bij de bron. En daar zijn we heel succesvol in geweest in internationale context, in zowel Afghanistan, maar ook vrij recent in Irak. Dus ik snap niet dat u dat niet ziet. En ik vind het echt buitengewoon naïef om te denken dat we het alleen hier in Nederland, als Nederland alleen, kunnen regelen. Maar goed. Voorzitter, het is naïef om te denken dat Nederland overal in de wereld orde op zaken kan stellen. U begint zelf over Afghanistan. Afghanistan is vergiftigd door corruptie, door islam. Er is geen eer aan te behalen. En u noemt het een succesvolle missie. Meent u dat nou? Die missie is volkomen mislukt. De Taliban heeft de macht overgenomen. Die missies in het buitenland hebben geen enkel effect gehad om de veiligheid in Nederland te verbeteren. Ik noem nog een keer, ik heb hier de lijst meegenomen van terroristen die gewoon naar Nederland zijn gekomen, die een verblijfsvergunning hebben gekregen vanwege uw open grenzenbeleid. En die rotte appels, die zijn er niet op tijd uitgevist. Die zijn door de screening heen gekomen, hebben een verblijfsvergunning gekregen en daarna zijn ze pas middels toeval, ik weet het niet, van straat geplukt. Dus die inzet op nationale veiligheid, op nationale grensbewaking, die is cruciaal, voorzitter. Ik wil net zeggen, gaat u verder met uw betoog, maar mevrouw Belhaai heeft een vraag aan u. Mevrouw Belhaai. Ja, voorzitter, het kostte mij even tijd, dat is altijd bij de PVV, om goed te ontrafelen wat zeggen ze nu eigenlijk precies. En wat volgens mij de heer Frisma doet, is een één-op-één relatie zetten tussen de missie daar en het jihadisme in Nederland. Maar wist de heer Frisma dat veel van de uitreizigers, de IS-strijders, gewoon producten zijn van de Nederlandse samenleving? Gewoon Nederlanders zijn die daar naartoe zijn gegaan. Dus waarom wekt u de suggestie, voorzitter, via u, dat het allemaal gaat over mensen die van daar naar hier zijn gekomen? De heer Frisma weet toch dat het niet zo is? Hij leest toch AIVD-rapporten? Ja, voorzitter, terecht punt. Er zijn ook jihadisten die hier zijn opgegroeid. Maar de grote overeenkomst die alle terroristen hebben, is een islamitische achtergrond.
Dus wat we moeten doen is ervoor zorgen dat A, die uitreizigers die inderdaad hier zijn opgegroeid soms, niet meer terug kunnen komen. En B, dat er niet meer jihadisten Nederland binnenkomen, voorzitter. Want nogmaals, de overeenkomst is een islamitische achtergrond. Overal waar de islam heerst, heerst oorlog, geweld, heerst ellende. Het is een kwaadaardige ideologie. Een ideologie die oproept tot geweld. Het is één grote oproep tot geweld. En ik ben blij dat u het punt aansnijdt. Want Defensie moet ervoor zorgen dat we die islam, die kwaadaardige ideologie, buiten de deur moeten houden. En dat lukt het beste door aan de grens te gaan staan. Door de asieltoestroom tegen te houden, terroristen tegen te houden, het vluchtelingenverdrag op te zeggen, het vreemdelingenbeleid om te gooien, dan hou je de gevaren werkelijk buiten de deur, voorzitter. Ja, voorzitter, dit is ook heel knap weer retorisch gezien, maar ook hiervoor geldt wel, als ik goed luister, dan heeft de PVV inderdaad een maniertje gevonden om toch iets te kunnen zeggen over de islam, maar niet te hebben over mensen die islamitisch zijn. De heer Fritsma, voorzitter, weet volgens mij donders goed dat er verschillende stromen zijn binnen de islam. En dat er debielen zijn die met een Koran of een Bijbel of een Torah of een wat dan ook voor ideologie de meest bizarre, extreme, kwaadaardige dingen doen. Dat het dus niet gaat over welk boek het is. Dat het dus niet gaat over welk geloof het is. En waarom, voorzitter, via u vertikt de PVV om gewoon zorgvuldig te worden in zijn bewoordingen en zorgvuldig die idioten die welk religieus of ideologisch boek dan ook gebruiken om mensen te onderdrukken, om mensen te vermoorden, om die mensen aan te spreken. Dat zou toch getuigen van een manier om met elkaar volwaardig gesprek aan te voeren, datgene waar we allemaal een bloedhekel aan hebben. Mensen die andere mensen onderdrukken en vermoorden. En mijn vraag is of de heer Fritsma het met mij eens is. Nou, voorzitter. Eerst even een antwoord van de heer Fritsma. Heer Fritsma, ja. Antwoord op de vraag voorzitter, van mevrouw Belhaai. Het zijn niet een paar idioten helaas. Want ik wijs toch nog een keer op het onderzoek van hoogleraar Ruud Koopmans. 11% van de moslims in Nederland is bereid om vanuit de eigen ideologie geweld te gebruiken. 70% van de moslims, ook in Nederland, vindt de eigen islamitische regels belangrijker dan de regels van het land waarin ze wonen. Dit zijn niet zomaar een paar idioten, voorzitter. Dit gaat om een hele grote groep mensen. Je ziet die islamisering ook in Nederland leiden tot grote problemen, integratieproblemen, veiligheidsproblemen. Dus ja, als je zegt hoe meer islam je binnenhaalt in Nederland, hoe beter. Ja, dat is een onbegrijpelijke visie, voorzitter. De heer Van Hagen heeft een punt van orde. Ja, voorzitter. Ik dacht dat we hier waren voor de begroting van Defensie. En heel veel militairen kijken dit debat. En nu zien we een debatje ontstaan over de islam. Zeker. Ik vind het allemaal roerend. Ik vind het echt beledigend. En ik denk dat dit thuis hoort in een ander debat. Uw punt is mijn punt. Ik wilde dat punt namelijk net maken. Dus mevrouw Belhaai, ik weet niet of u nog een vervolgvraag wilt stellen. Maar denk dan na over wat we hier net met de heer Van Hagen ook wisselen. Dat het gaat om de begroting van Defensie vandaag. En dat de begroting Binnenlandse Zaken, integratie en al die zaken, justitie, komen allemaal nog aan de orde als ik het goed heb. Voorzitter, dat begrijp ik volstrekt. Maar ik denk niet dat ik de persoon ben die u moet aanspreken. Ik denk dat de persoon die ervoor kiest. Maar ik geloof in het feit dat in het plenaire zaal je mag spreken over waar je wil spreken. Zeker. Dat is de ideologie van de PVV. Tot slot, voorzitter, de vraag nog over de relatie met Afghanistan. Want de heer Fritsma, voorzitter, via u, die begon heel erg, alles wat ik nu zeg gaat niet over de militairen die het werk doen, dag in dag uit. En ik dacht, nou, mooi, daar heb ik ook in mijn spreektekst staan, ben ik het eens. Maar wat de heer Fritsma net zei, over dat die missie totale onzin is, of hij heeft zijn eigen bewoordingen daarvoor gebruikt, dat is echt niet alleen een stoot in het gezicht van vele militairen die dag in dag uit gewerkt hebben om tienduizenden mensenlevens daar te redden. Dat de uitkomst uiteindelijk is dat de Taliban nu aan de macht komt, dat betekent toch niet dat de inzet die gepleegd is en die honderdduizenden mensen die gered zijn, meisjes die naar school hebben kunnen gaan, vrouwen die überhaupt weer het recht hadden om zelf te kunnen nadenken. Dat zijn toch onze Nederlandse militairen? U staat helemaal niet achter onze Nederlandse militairen, voorzitter, via u. U roept dat wel heel makkelijk, maar uiteindelijk doet u ze ongelooflijk pijn door deze disqualificeren als niet geslaagd. En mijn voorzitter, vraag aan de voorzitter is de heer Fritsma met mij eens dat als je vindt dat je achter de militairen moet staan, dat je geen onzin uit moet kramen, waardoor het tegendeel bewezen wordt. Heer Fritsma. Ja, voorzitter, ik neem aan dat mevrouw Belhaai zelf ook met militairen heeft gesproken, zoals alle woordvoerders hier, maar heel veel militairen
hebben ook echt forse kritiek gehad op met name de opbouwmissie in Afghanistan. Kijk, de aanvankelijke missie om Al-Qaeda te bestrijden had nut. Al-Qaeda moest weg en daar is een goede bijdrage aan geleverd. Dat had de PVV toen overigens ook gesteund. Toen dat oversloeg in een opbouwmissie, toen ging het mis. Toen kwam dat linkse maakbaarheid om de hoek kijken. En daar is gewoon geen succes in geboekt. En natuurlijk zijn Nederlandse militairen met de beste bedoelingen daar naartoe gegaan. Maar er zijn ook militairen die zeiden van ja, ik ben niet militair geworden om in Afghanistan moskeeën te verven. Nogmaals, het is de politieke aansturing van Defensie waar het mis is gegaan. En dat neem ik natuurlijk Nederlandse militairen niet kwalijk. Die hebben hun best gedaan, goed werk geleverd. Gaat u verder. Voorzitter,